Hi, welkom bij Praten met Pepijn. Een programma waarin ik bekende mensen uit de film- en televisiewereld het hemd van het lijf vraag. En vandaag is mijn bloedmooie gast... Hanna Hoekstra. Welkom, Hanna. Hoi. Zo. Ken je dat? Hanna Hoekstra. Welkom. Dankjewel. Ik weet natuurlijk wie je bent, maar kan je even aan de mensen thuis uitleggen waar ze jou van zouden kunnen kennen? Ik speel nu bij het Nationaal Toneel. En... Film en televisie, vooral film en televisie. Oké. Ik ben nu aan het draaien voor een telefilm met Egbert Jan Weber. Daar heb ik ook iets voor gedaan. Oh echt? Van Vlieland, is dat die film? Ja. Ik heb geweigerd. Want in het script, ze maken veel ruzie toch met elkaar, dat stelletje? Ja. Die jongen en dat meisje, terwijl ik wil niet gezien worden als iemand die ruzie maakt met vrouwen, want zo ben ik helemaal niet. Ik ben veel meer... Ik ben je niet tegengekomen bij de casting. Je hebt een Gouden Kalf gewonnen vorig jaar? 2 jaar geleden. Hoe is het om een Gouden Kalf in ontvangst te mogen nemen? Te gek. Ja, hè? Ik heb zelf ook een Gouden Kalf. Hè? Kijk, ben ik. Het is Martijn Lakenmeijer. Oh, Martijn. In series heb jij vaak met oude mannen, Peter Blok, hè, in Dr. Robert Hans Dagelet in Hemel. Ja. Op wat voor mannen val je in het echte leven? Stoere kerels. Een baard? Met baarden bedoel je? Kan. Bedoel je dat met stoer? Ligt niet aan een baard. Of iemand breed. Je wilt dat ze breed zijn. Ik vind het wel fijn als iets... Karakter. Van. Ja. Ik kom vanavond kijken naar je voorstelling. Leuk. Moet je even wat zeggen. Zo, hoe laat begint het? 8:30. 8:30. Ik heb van 7 tot 8 boxles. Even douchen met boys. En dan, Zit je op boksen? Ja. Oh. Ja, al een jaar of zo. Oké. Je ontmoet mensen natuurlijk tijdens het draaien, tijdens feestjes, tijdens interviews. Ja. Ben je dan bezig met een... Want heb je nu een vriendje of niet? Nee. Oh. Ik ook niet. Geen vriendje? Nee. Ook geen vriendinnetje? Oké. Okay. Een paar scharreltjes, projectjes lopen. Maar. Ja. Ben je dan bezig met het zoeken naar een partner? Nee. Niet met een derde oog? Nee. Soms gebeurt het per ongeluk dat er... Dat is wel eens voorgekomen. Ja. Wanneer? Dat is privé. Heb je een druk liefdesleven? Gaat dit interview over mijn liefdesleven? Stel je ontmoet iemand en ineens pats! Die vonken. Ja. En diegene blijkt toevallig ook in het vak te zitten. Wat misschien heel fijn is. Vind je dat belangrijk dat iemand in het vak zit? Nee. Toch leuk? Kun je thuis, kun je een beetje kletsen erover, kun je een beetje babbelen. Hoe was jouw dag? Nee, het Lastig, was moeilijk. Ik zat weer met die zin, dit is een vraagteken, dan moet je altijd aan het einde van de zin omhoog. Oh ja, maar ik ga dan altijd naar beneden. Oh, dat moet je juist niet doen. Ik geef je tips. Nee, het lijkt me verschrikkelijk, want... We hebben samen in Mixed Up gespeeld, serie. Oh ja. Ja, ik was toen een van de hoofdrollen, had ik. Jij was, had een bijrol, je was serveerster. Ja. Dat na die serie is jouw carrière echt omhoog gegaan. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat... Dat toch een soort... Ik heb werk. Jouw werk is toch tot een soort orgasme. Als er nu een hoogtepunt is het vrij jammer voordat ik nog... Zit jij nu op je hoogtepunt in je carrière? Ik hoop het niet. Wat wil je dat je hoogtepunt is? Ik weet niet of je die voor jezelf ooit ergens... zou moeten willen leggen in het hoofd. Eigenlijk moet je iemand anders ervoor hebben die zegt of je op je hoogtepunt zit. Ik denk dat jij op je hoogtepunt zit. Ik denk dat je zelf wel kan voelen of je op je hoogtepunt ik zit. Ik voel vrij vaak of ik op mijn hoogtepunt zit of niet. Dat kan ik voelen. Zit jij nu op je hoogtepunt? Privé zit ik in de kracht van mijn leven. Ja. Komt door het boksen ook natuurlijk. Sorry jongens, sorry. Kun je even stoppen? Ja. Sorry, ik vind het een beetje raar, want ik bedoel, iedereen, ja, sorry, maar iedereen in deze ruimte weet dat wij al met elkaar naar bed zijn geweest. Hè? Ja, pijn, dat is toch niet? Heel lang geleden, of? 2009, 11 januari. Oh, ja. Weet je dat niet meer? Dat was heel grappig. Ik weet het weer. Even een slokje water.
Oh. Sta je uit of niet? Sta je uit? Sta je uit? Hé, hey, maar goed dat je nu op boxles zit, joh. Dat is hartstikke goed volgens mij. Kan ik even pakken? Ja. Ik ga heel even kakken, jongens. Bam! Nou, niet hoor.